Dit het vir so oomergie net weer bietjie koud geword, maar feit van die saak is die lente is in die lug en Randendal Gemeenskapskerk is heerlijk gerad om die lente met al die vrolijkheid en nieuwe moontlikhede wat het bied te omarm en ook te gebruik. So ons wil vir jou ook een aangename lente toewens, ook wat jou eie geestelike lewe en belewenis betref. Onthou dan asseblief, hierdie week is een baie groot week. Eerskomende donderdag is het Dani Botha wat hier optree ten bate van die Royal Family Kids. En dan natuurlijk, eerskomende saterdag is het ons gemeente bazaar. En kom ons maak van hierdie bazaar een van die grootste en heerlijkste kuiergebeurtenisse nog in die geschiedenis van ons gemeente. Vertel jou vrienden en nooi ek vir hulle uit, sê vir hulle, Randendal bazaar is iets baie, baie speciaal. Ek glo dat het een heerlijke succes gaan wees. Eerskomende sondagochtend gaan ek self die prediking hanteer, ons gaan bietjie gesels oor selfbeeld, hoe dit God vir ons sien, dat is so baie van ons wat met al hierdie ou krisisse en onverwerkte emoties rondloop, en al die lelike dinge wat vir ons gesê is, en ek gaan daar rond een bietjie gesels. En dan het ons natuurlijk ons poppenmeester, wat hier by ons gaan optree, Swanny Swannevelder, en hy gaan daar die thema dan ook meer prakties met behulp van die poppen, vir ons demonstreer. Dit gaan een heerlijke, heerlijke eredienst wees. We neem ons natuurlijk die heerlijke lofprysing wat daarmee saamgaan. Onthou die rest van ons lenteprogram volgende sondag, dit is sondag die 9e by die ochend, is het Jacques Gombelt, een baie bekende wat hier by ons optree, seepiester, rolprentster, en hy praat vooral oor die Goliathe in ons levens. Die aand is natuurlijk dominee Johan Smith van Moraletta en hy is een dynamische prediker en jy moet hom regtig nie misloop nie, van sondag aan tot en met daardie woensdag. En dan die volgende sondag, die 16e, is het dan die inwijding van die gemeente in Mansfield en ons gaan in ons eredienst gaan ons daaraan ook aandag gee. So een wonderlijke tyd wat voorlê, mag die Here dit sommer baie, baie ryklik seën. Op saterdag 15 September beplan ons as gemeente een handevat geleentheid met die gemeente in Mansfield wat ons bezig is om te plan. Die kerk staan al amper en ons is baie opgewonde. Op daai dag, die 15 September, gaan ons een groot skoonmaak en tuinmaak dag hou daar in Mansfield, saam met die gemeente daar. So ons nooi ouens uit dat belangstel, selgroepe, kleingroepe, enige vorm van groepe of individue, jy en jou gesin kan daar ook saamkom of jy alleen, kom daai dag en kom help ons tuinmaak, kom help ons bome plant, kom help ons die dinge daar recht kry, mooi skoon maak, en ons kuier lekker daai dag saam met mekaar. Denk wat so'n mooie dag sal het wees, as die gemeente in Randendal en die gemeente in Mansfield saam hande vat. Jy is welkom my te kom gesels daar oor, of my te kontak by die kerkkantoor, as jy enige vraag het. Ek hoop almal is al super duper opgewonde oor die bazaar wat saterdag 1 September hier by Randendal gaan wees. Ons gaan al 8 uur die oggend begin en ons gaan vir jou wat werk ook wag tot jy klaar is so 12 uur of 1 uur se kant. So jy is meer as welkom om ons te kom join. Daar wag heerlike kos, 'n teetuin, saamkuier en vir die kinders hoope speletjies en lekker goed. So moet asseblief nie hierdie dag mis nie. Dis saterdag die 1 September. Wil ons as gemeente weer een lekker opskop bazaar gaan hou hier op ons gronde van 8 uur die oggend. Ons sien jou daar.